Er valt goud te verdienen. Ja, niet dat je verpleegster bent of zo. Of bejaarde de kont helpt te wassen. Nee, nee, nee. Als je een zorgorganisatie hebt, en dan zijn er duizenden van. Want er zit een maas in de wet, waardoor je echt gewoon goud kan verdienen. En wat is die maas nou? De micro-onderneming. Een micro-onderneming moet aan 3 eisen voldoen. Die moeten eigendom hebben die minder zijn dan 350.000 euro. Huizen, panden bijvoorbeeld, van waaruit de zorg verstrekt wordt. Ze mogen niet meer omzetten dan 700.000 euro. En ze mogen niet meer dan 10 mensen in dienst hebben. Dan denk je, ja, maar je hebt al gauw meer dan 10 mensen in dienst. Nee, nee, dat hoeft helemaal niet. In de eerste plaats hoef je maar aan 2 van deze 3 genoemde dingen te voldoen om een micro-onderneming te zijn. En wat doe je nou? De mensen die je in dienst hebt, die doe je in een aparte BV. En je eigendommen doe je ook in een aparte BV. Het enige wat er dan nog overblijft, is je omzet. Nou ja, die reken je daar niet mee. Vanuit die 2 BV's huur je als 1 pitter je mensen in. En als 1 pitter huur je van je andere BV je onderkomen, de panden. En dan hoef je geen jaarrekening te overleggen. Alleen een verkorte jaarrekening. En daar staat niks in. En kan je geld foetsie wegsluizen. Je kan doen en laten wat je wil. En dat is een maas in de wet. En ik weet toevallig dat de overheid bezig is die te dichten. Maar dat zal als altijd nog wel een jaartje of 50 duren. En ondertussen zijn die zorgcowboys schat en schatrijk geworden. En mag u hogere zorgpremies gaan betalen.